Perspiet komt eraan. Kijk. Perspiet. Perspiet is geland. Kijk. Zo, daar zijn we dan. Zo, Perspiet. Hupplakkiek. Nou, dat was mijn vluchtje wel, zeg. Er gebeuren zoveel dingen. Een van die dingen is bijvoorbeeld de wijkvereniging in Zorgvliet. Ja. Die gaat ook weer een feest organiseren. Oh, echt waar? Ja, wij hebben het echt dit jaar weer zo druk. Maar ik heb begrepen dat daar ook iemand van is. Oh. Dat weet jij wie? Ik weet wie. Ja. Degene van de wijkvereniging Zorgvliet. Ja. Ja. Daar staat hij. Kijk, daar staat hij. Dag, hoe is het met u? Goed. U bent ook al zo groot geworden, zeg. Jongen, dat is alweer lang geleden. U bent van de wijkvereniging Zorgvliet nu? Ik ben Evert Bakker, ik ben voorzitter van de wijkvereniging Zorgvliet. U kunt ook pepernoten bakken? Wij kunnen ook pepernoten bakken, dus dat regelen we zelf. Ja, oké. Okay. Pepernoten, meneer Bakker. Dat is altijd handig, ja. Wij organiseren in Dukdal. Oh, u heeft een eigen. Oh, kijk nou eens. Wij organiseren in Dukdalf op 23 november om 1:30 smiddags een kindermiddag in het teken van Sinterklaas. En ook Sinterklaas komt dan nog langs met al zijn pieten. Ja, dat weet ik. En we hebben dan een spellencircuit. Oeh. En als men die goed volbrengt, kan men een cadeautje halen bij Sinterklaas. En ook hebben wij een circuit, een aparte circuit, waar ook de kinderen een pietendiploma kunnen krijgen. En er wordt ranja geschonken en suikerspinnen voor de kinderen. Dus knutselmiddag zijn knutseltafels voor de kleintjes. Nou, dat klinkt toch allemaal weer fantastisch. Dat is weer een heel groot feest. Ja, dat is de 23e, hè? Ja, vanaf 1:30. Ik moet dat wel even doorgeven aan Sinterklaas natuurlijk. 1:30. En zouden jullie daar ook wat pieten bij willen? Ja, dat zou wel gewenst zijn. Dan gaan we daar ook wat pieten bij leveren. Kunnen ze mooi ondersteunen bij de spelletjes. Ja, dat lijkt me leuk. Jullie maken er ook altijd een fantastisch feest van, dat hè? Klopt. In Wijkse. Maar jullie doen ook veel meer in Dukdalf, hè, voor de kinderen. Jazeker, wij doen nog veel meer voor de kinderen. Ja, precies. Gisteravond hebben we nog weer een kinderdisco gehad. Kijk, zie je wel. Dat tot en met 13 jaar, waar 220 kinderen op af zijn gekomen. Dus dat is elk jaar, of elke maand, is dat een groot succes. Jullie maken er gewoon iedere keer een feest van. Wij maken er altijd een feest van in Zorgvliet. Dan wordt dat voor Sinterklaas ook weer een feestje. En zo dan ga ik vragen of hij misschien een beetje mee wil dansen. Dank u wel. Ja, nou leuk dat u er was, meneer Bakker, hè? Meneer Bakker. Bakker. Vergeet niet de pepernoten, hè? Meneer Bakker, ja. Ja. U allemaal bedankt dat u er was. En tot heel gauw, hè? Want we komen heel gauw. Zo, daar gaan we weer. Moet ik buiten? Even dag zeggen. Dag allemaal! Wel weer mee verder. Jazeker. Wij zullen alle informatie aan Sinterklaas gaan doorgeven. Oh, dat is fijn. En we hopen op een fantastisch feest, hè? Dat hoop ik ook. Ja, ik hoop dat u uw best daarvoor gaat doen. Hè? Zeg, Albert, je weet graag, hartelijk dank, hè? Dank u wel. Ja, dag hoor. De meters staan nog op nul. Dat is goed. Gelukkig. Dat is goed. Spanje! Spanje! Tot volgende week! Nou, Pint, dat gaat heel goed! Het gaat prima!